zijn alle dingen van uw ogen. Goedemorgen, broeders en zusters, kijkers. Als ik even mag voorstellen, ik ben dominee Erwin Sutosonoyo, verbonden bij gemeente Margera Harjo, der evangelische broedergemeente in Suriname, Waldeck, district Nikeri. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Christus Jezus. Wij gaan hen hier dan uitnodigen om vandaag leiding te geven aan deze dienst. En dat wij dan ook gezamenlijk mogen getuigen van zijn woord en daden. Nogmaals, ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Christus Jezus. Dat wij dan de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken uw handen. Genade zij ons, vrede van God onze Vader en zijn Zoon Christus Jezus. In Jezus' naam. Amen. Ik houd u voor, broers en zusters, kijkers, de dagwoorden van vandaag, zondag 22 november 2020. Vandaag vieren wij dan onze laatste zondag van het kerkelijke jaar. En dat geeft mee het eeuwigheidszondag. We hebben middengekregen, zeer bemoedigend, een tekst, woord van de week, gehaald uit Lucas 12, vers 35. Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. Ik herhaal, broeders en zusters. Laten uw lenden omgord zijn en uw lampen brandende. En het leertekst, gehaald uit het Oude Testament, Jesaja 43, vers 11. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlosser. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlosser. En het leerwoord gehaald uit het Nieuwe Testament, Efeziërs hoofdstuk 4, de versen 5 tot 6. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen en in allen. En het bijbehorende gezang. Vergaart uit alle volken, maar als één volk geteld, heeft hij haar in de wereld als schijnend licht gesteld. Eén Heer, één geest, één Bijbel, één avondmaal, één doop, één vadernaam voor allen, één uitzicht en één hoop. Tot zover onze bemoedigende dagteksten, gehaald uit onze dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente. Amen. Onze schriftlezing van vanmorgen is dan gehaald uit Lucas hoofdstuk 12, de versen 35 tot 37. De Bijbel geeft mee, broeders en zusters, waakzaamheid. Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Tot zover onze korte schriftgedeelte van vanmorgen. Broers en zusters, een korte samenvatting vanuit Lucas hoofdstuk 12. De waakzaamheid. De Heere geeft ons mee. Wees niet bevreesd en wees waakzaam. Dat zijn de aansporingen, broers en zusters, kijkers,
die Jezus ons vandaag meegeeft en ons de weg wijst naar leven in onze adventtijd. Broers en zusters, kijkers. Dat Jezus op een onverwacht moment terugkomt, is niet bedoeld als een val. Een list van God om ons te overvallen. Het is zelfs zo dat Jezus zijn terugkeer uitstelt, broers en zusters, uitstelt, zodat meer mensen een kans hebben Christus te volgen. Wij weten in onze samenleving, we twijfelen soms, de volharding is weg komen te vallen. Daarom is het ook raadzaam in deze, om waakzaam te blijven, blijf alert. Het is zelfs zo dat Jezus zijn terugkeer uitstelt. Maar in deze tijd voorafgaan aan zijn terugkeer, broers en zusters, kijkers, hebben wij de gelegenheid ons geloof in ons leven zichtbaar te maken en de liefde van Jezus te weerspiegelen in onze relatie met anderen. Dat is dan de opdracht van ons, van Jezus aan ons. De opdracht is heel duidelijk, broers en zusters. Mensen die klaar zijn voor de terugkeer van Jezus zijn, neem dit mee, broers en zusters. Het is aan ons gegeven. De Bijbel geeft ons, hij bemoedigt ons. Zij die oprecht bezig zijn, niet angstig, niet bang, maar klaar om te getuigen, niet bezorgd, maar vol vertrouwen, ijverig. Broers en zusters, kijkers, Jezus spreekt over zijn komst als een tijd van vreugde en feest. Niet als een tijd van angst. Nee, broers en zusters. Niet een tijd van angst. Wij hoeven alleen maar voorbereid te zijn, zodat wij als hij komt de deur voor hem kan open doen. Dat is dan de bedoeling om waakzaamheid te zijn. Gelukkig de dienaars die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden. Laten wij dan ook als getuigen een van deze dienaars zijn. Om wakende te blijven. En hier vraagt dan ook, Heer, help mij te leven met mijn lampen ontstoken en klaar om u te verwelkomen als u in mijn leven komt. Is dat niet geweldig, broers en zusters, kijkers? Voorwaar, ik zeg u, hij zal niet omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hem gaan om te bedienen. Nederigheid, broers en zusters. Deze haast ongelofelijke uitspraak kwam tot vervulling tijdens het laatste avondmaal toen Jezus tot grote verbazing van zijn vrienden zich omgorde met het linnen doek en hen de voeten begon te wassen. Broers en zusters, kijkers. Houd uw lendenen omgord en lampen branden, want je weet niet wanneer de Heer komt, want zonder geloof is het wachten op de Heer een duister gebeuren. Zonder geloof is het een duister gebeuren, broers en zusters. Denk aan de momenten dat je zelf het meest spiritueel alert is. Tijden waarbij je aandacht had voor de dingen waarbij je welgezind was om mensen of verandering te verwelkomen. Jezus wil naar dit soort mentaliteit
dit soort hart dat waakzaam blijft. Het is niet enkel iets voor de verstandige. Het is voor elk gelovige, broers en zusters. Elk één. Alertheid en bereidheid voor een nieuwe influistering van de Heilige Geest in ons leven. En voor God die een nieuwe genade of gave in ons bewerkstelligt. Kijk hoe mooi het is, broers en zusters. Prachtig is deze. Broers en zusters. En ik besluit. Ik besluit. Vang uw werk, o Heer. En laat nog heden in onze harten uw liefde ontstaan. Wij zien het hoe de massa u vergeet. Wek, Heer, uw slapend volk en doe de golven van het ongeloof van voor uw aanzicht vliegen. Wij hebben dierbare panden die gebonden aan het aardsgenot nog in de wereld staan. Zijn uw geest dit hart kan overtuigen, opdat die kreet steeds luider wordt vernomen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom. Haastig, Heer. Tot zover onze boodschap en onze schriftgedeelte in deze. In Jezus' naam. Amen. Laat ons bidden, broeders en zusters, kijkers. Heer onze God, Koning der koningen, Heer der heerscharen. Groot is uw liefde, trouw, genade en barmhartigheid. Dank voor de bescherming de afgelopen nacht. Dank voor het hierin lijden om van u te mogen getuigen, o Heer. Wij verootmoedigen dit vanuit onze harten voor u. Dank in het stille uur van gebed en bovenal vergeving van zonden. Dank voor uw zorg, uw goedheid en zegeningen. Laat uw wil, o Heer en Heiland, onder alle gelovigen bekend en ook volbracht worden. Gedenk de zieken, de bedroefden, de thuis- en daklozen, de zwervers bestaan, maar zo ook, Heer, onze senioren, broers en zusters, onze jeugdigen en anderen, u kent ze allen bij hun namen. Trouw God, geef ons allen die u aanbidden het oprechte verlangen om in vrede en liefde met alle mensen samen te leven. Zegen, behoed en bestuur alle overheden des lands, dat bij uw zegen regelijk mag uitstorten over onze president, onze regering, onze parlement en allen die met gezag bekleed zijn. Heer onze God, ontferm u over al uw volgelingen. Gaat uw gang met ons. En blijf ons nabij op deze dag. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Geliefden, broers en zusters, kijkers. Dit is dan onze bemoedigende teksten van onze laatste zondag van het kerkelijke jaar. En wat betekent het eeuwigheidszondag? Ik dank u voor alle kijkers, alle broeders en zusters.
Ik wil nu dan de zegen uitspreken en dan met z'n allen onze hoofden buigen en dan de zegen van God, onze Vader en zijn Zoon mag ontvangen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In Jezus' naam. Amen. Ik wens jullie allen een vruchtbare en een gezegende zondag toe op naar onze adventsperiode. In Jezus' naam. Amen. Aan u zijn alle dingen van u, o God, alleen. Van u de zegeningen, o hoorder der gebeden.